Alpha. And I am Gamma. And we're now fighting this faggot. What is it with him? We just give him shock therapy. Maybe a mind shock would be nice. If only he equipped me with electricity, that fucking head asshole. I don't even know what happened to him. What was this for boss fight? We murdered him. It was fun. We reached the bird. Older German. E105 Beta. Wait, did he say Beta? Or is it said Beta? We now have to save Beta, is what I said. Ah, I see. Or I hear. I don't care. Let's guess Beta cooked. So where to now? We're going off up the deck. Nice. This is our ship now. This is our future. This is our life. We're gonna look for the One Piece. We will make the robot empire great again. We are the One Piece. And we are. And we're gonna place our empire on Raftel. E-105 Zeta. We have saved Zeta. That was his name. The Beta Cock. I will save my nigga. Oh my god. Gamma. No, Alpha. Well, hello there, Alpha. Would you like to come over here? What happened to him? He sounded like a gentleman. What is wrong with him? And alright, he is a nigga. Niggas speak streets. Why can't, what is this? Why am I going back? I'm going the wrong way, dipshit. I have no sense of direction. Sim system malfunction. God damn it, fat man. Why you do this? To me. Three. Let's go after the robot, the Beta Cock. I wonder where he is. I'm going to find the dick hole. At some point. There. Well, hello there, Gamma. It's Alpha. Okay, Alpha. I am Omega, and I'm going to... No. You see, I am only one worthy of being called Omega. I am much better than... No, Beta Cock. I will murder you right now. If I listen to game from the weird aspect in Sonic Adventure. This is today Sonic. Right. Well, zijn design is best wel cool, we hebben hier waar hij op beweegt. Het is cool, hij kan en het is, keypad en het is ook, schieten. En het is ook snel, weet je, like, het is niet langdradig. Ja. Wanneer hij dit doet. Ja, hij is niet bepaald makkelijk of zoiets. En van wat ik ook, weet je, wat zou je zeggen dat Sonic's basisgevechten het beste vorm zouden zijn, like? Zeg je? Zou je zeggen dat dit... Zou een Sonic hier beter voor zijn? Zou Sonic ook in dit baas kunnen werken? Of? Nee, waarschijnlijk niet, want hij heeft een schild. Ja. Kan hem er doorheen schieten. Maar dan wel, ze kunnen het zo maken dat het zelf wil werken op zo'n manier vinden. Ja. Maar daar zou je bijvoorbeeld Homie aan tech kunnen doen. Ja. Ik denk dat Alpha nu de... met de Poco is van deze serie. Ah, goed. Hij heeft de Elocard hier. Nee. Wat zou je zeggen dat voor Sonic een goede baasgevechten kunnen zijn? Wat voor baasgevechten? Dat zou ik niet weten. Ik bedoel, de racebaasgevechten is wel cool. Ja? Ik zou zeggen dat Sonic Ten Race een goede baasgevecht had.
Time-eater. Buiten time-eater, fuck time-eater. Maar deze baas ziet er wel leuk uit. Hij is snel en is niet zo erg makkelijk. Ja. Maar kijk, je zou bijna denken dat Platinum Games dit had gemaakt. I am the Omega now. And I will steal your fighting style. Beta talk. Mission complete. Now free the bird. Why do I suddenly feel so bad? Oh shit, I took 90% damage. This was a really good fight, Beta Cock. I didn't think you had it in you. Because you were a nigger, but whatever. Oh shit, 100% damage. You fucking cheap ass bastard. Nigger. You should have known it when I saw you the first time. At least I freed the bird. I also have a bird inside me. Let's free the bird. Yes, this is my end as Omega. I suppose I can't live any further. Sadly or not. Sadly, I couldn't make my empire true. But at least I can free the bird inside me and have the bird family. Complete. It's again. Bye everyone. I, Omega, will leave this world. And I won't miss you all. Because you all suck. Yes, those tears out of my eyes are not because I'm sad or anything like that, Kloka. Because I'm sad, it's because... Fucking internet and it soon did a fake. It tended to other me. I don't care. This was my life now. It was a good one. If only I could have killed the fat man. If only. This went really fast. I don't know how. Can't look at the anime fucking helden. Like, holy shit, hij was zo'n coole robot en hij ging dood. En dan ook met deze team. Ja. Yeah. I need to put the ghost explosion after. And this proves that Omega is better than anything else. Omega is not dead. But he had the best explosion. That's dead. He will live on in my soul. Zijn team is geweldig, though. Buiten was het matter, dit is mijn favoriete character team. We zullen hem missen. Ja, Omega, je was een van de beste karakters die we ooit hebben verzonnen. Like de eerste... Vele redenen. Like de eerste drie delen, hij komt voor drie parts maar en hij wordt tot dit goed. Ja. Is het... En het komt ook vooral omdat hij niet zoveel praat. We kunnen wel maken zoals we willen. Dit was gewoon zijn gedachte, dat was wel gedeelte. En helaas, het is wel... het is wel jammer. Dat we hem moeten missen nu. Ja. Yeah. Man, dit was... Like... Dit was snel. Like, de eerste drie parts die we doen die van hem krijgen is kriek kapot snel voorbij. Zeg maar hoe leuk dat hij ook hadden. Dus hij was een van de beste karakters. Maar niet omdat hij een geweldige persoon is. Dat ik het echt even zou ik hem praten. Maar als karakter is hij zelf geweldig. Dat kom niet. Ja, ik vraag me al hoeveel dislikes we hiervoor krijgen. Heel veel, nog. Ja, mooie tijden. In ieder geval, dit was Gamma's playthrough. Hij is wel een goede. Ik heb gezien dat sommige mensen hem niet van de schelen wat ze met hem hebben geprobeerd. Om te zijn, ik vind Gamma leuk. Hij spuit heel de karakter die ze vol hebben gemaakt. De gameplay is oké, het werkt Sonic, het is steeds wel snel en je kan snel met dingen neerschieten. Het is niet erg, het is leuk. En de laatste bossenvecht, je ziet er heel erg snel en leuk uit. Ja, de laatste bossenvecht. Ik heb iets, dit is één belangrijk ding met bossenvecht wat ik opmerk, is dat ze een beetje snel moeten zijn, een beetje snel in actie. Ja. Maar het is altijd leuk. Dat is waarom Kingdom Hearts soms wel leuk, want je hebt snelle bossenvechten soms. Dat is de reden waarom
Er is een reden waarom de baasgevechten in Metal Gear Revengeance ook zo goed waren. Ja, wat voor energie. Ja, zat, ja, daarvoor. In plaats van like, misschien met die gasgevechten waar je lang moet wachten en elke keer een shockwave tevoorschijn komt ofzo. Ja. Is dit gewoon beter? June Sano. En Sushi, never forget your soundtracks. Sushi, jij hebt de wereld gered bijna. Ja. Maar je weet niet of een mega dood. Mm-hmm. Ik kan het al voorstellen van de tip van de video met Gamble met een beetje meer gegeven in de Apple. Oh, echt zo zie ik Gamble ook nog eens bij een van die interviews tevoren komen. Wil iemand hem met pepper spray geven? Maar het is echt een robot. Precies. Dan schiet hem neer. Nice try, jackass. Poef. Dip shit. That's why we should have let beta cocks on the street. Hij zal nooit sterven. Zijn ziel leeft vooruit. Zijn ziel leeft vooruit. Net als Juste. Inderdaad, net als Juste. Ik heb niet zoveel meer te zeggen, want we gaan het zo afmaken. Like, volgende part is de laatste part. Dit is onze ene laatste credits. Ja? Mooie tijd. Mooie tijd. Ik wist wel dat dit wel de beste commentaar van ons kanaal volgens mij. Het komt ook omdat we hebben ook veel energie erin kunnen stoppen wat goed is. Het komt volgens mij ook gewoon door de materiaal, want er gebeurt zoveel shit hierin. Ja. En het spel zelf is zo erg oud verouderd. Het is nog steeds een goed spel, maar het is nog steeds zo erg... De animaties zijn zo erg oud geworden en het verhaal ook. Dus dat je denkt, ik kan het niet helpen om er grappig van te maken. Ja. Ik weet niet hoe... op een of andere, ik begon opeens met We deden dat automatisch, we hebben niks besproken. Nee, ik had niks besproken, ik deed van gewoon van Express en zie of jij meeging. En fuck je mee. Ik was te lang van plan om te doen. Shit, twee gemeen kwade gedachten dacht hetzelfde. Ja. Oh mijn god, dat is zo voorspelbaar, als we zo werken. Dennis is weer terug. God. We maakten hem een alt-writer. We hebben de vogels gered. Ja, we hebben ze tenminste in zijn droom waargekomen. De vogels zijn gered. Dat is waarom hij vanaf nu Omega heet. Yep. Foreshadowing. Dat is waarom doe ik het ook soort. Waarom zei ik ook eerst Alpha in plaats van Omega? Omega is Sonic Heroes, dat is dezelfde kracht.